Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit hier vandaag met zuster Deborah Guldemeester. Welkom Deborah. Dankjewel Jonathan. En we bespreken vandaag de 11e les voor Sabbat 14 september 2024. En die les die heet Inzicht van boven. En eigenlijk, als ik zelf de titel had mogen bedenken, zou ik ervan maken het nut van inzicht van boven. Dus vandaag gaan we het hebben over het doel van goddelijke wijsheid, van goddelijk onderwijs, van de Bijbel. Belangrijkste bron voor ons natuurlijk van goddelijke wijsheid. Hoe we dat kunnen gebruiken in ons leven en in ons geestelijk leven. Nou, voordat we daar verder en meer over gaan spreken, vragen we het eerst om Gods leiding door middel van het gebed. Lieve Hemelse Vader, we komen voor de troon uw genade om u te danken dat we hier samen kunnen zijn, dat we samen deze les kunnen doornemen. En ik wil u ook vragen, wilt u ons ook zegenen met de Heilige Geest? Dat de woorden die we spreken, dat die van u komen, Heren. En wilt u ook de mensen zegenen die naar deze video gaan kijken? Dat ze ook mogen begrijpen en verstaan wat we doornemen. Wilt u verder ook zijn met de mensen die het zwaar hebben? En dit alles vraag ik u niet omdat ik het verdiend heb, maar uit genade en in de naam van Jezus. Amen. Amen. Inzicht van boven. Ja, wat is eigenlijk het verschil tussen kennis en inzicht? Ja, kennis kun je verkrijgen. Ja? Ja, inzicht, dat heb je denk ik. De een heeft het meer dan een ander. Maar door kennis krijg je inzicht van dingen. Dus als jij kennis hebt over een bepaald iets, over auto-onderdelen en auto's, dan heb je heel veel inzicht daarover. Dat je... Ja, maar je hebt dus kennis nodig om inzicht te krijgen. Ja. Dus je moet dingen weten en dan... En inzicht is eigenlijk dus de dingen die je weet kunnen verbinden met elkaar. Ja. Ja. En de context kunnen zien. En... Als wij dus goddelijke wijsheid is, dus ook goddelijk inzicht. Met wijsheid komt ook inzicht. Dus je weet dat dingen gebeuren, maar waarom dingen gebeuren en hoe dingen gebeuren. Dat is eigenlijk het inzicht ervan. En deze les bespreken we vooral dus het nut daarvan. Ja. Ik vond mooi aan de geheugentekst dat Jezus vertelt. Het komt uit het hogepriesterlijk gebed, uit Johannes hoofdstuk 17. Waar hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En wat is dat werk? Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. In de Joodse cultuur is de naam is heel belangrijk. Want het heeft is vaak verbonden aan iemands karakter. En Jezus zegt hier eigenlijk, ik heb uw naam geopenbaard. De ik ben, de eeuwige ik ben. Yahweh, namelijk uw karakter. Wie u bent. Dus Jezus heeft door zijn leven God aan ons laten zien. Ja. Zijn er nog andere dingen die jij uit de inleiding wilde halen? Ja, ik vond het laatste stukje ook wel heel erg mooi. Hij kwam om mannen en vrouwen te leren hoe ze hier beneden het leven moesten leiden, waarvan hij hen een voorbeeld gaf. Het leven dat hen geschikt zal maken om de verblijfplaatsen van gelukzaligheid binnen te gaan. Ja, dat vind ik gewoon ontzettend mooi dat Jezus is inderdaad op aarde gekomen om ons te laten zien van... Ja, dit is de weg en we zijn vrij daarin om die weg te volgen of niet. Maar we hebben in ieder geval een heel mooi voorbeeld gekregen. Niet alleen in de letter, zeg maar, niet alleen in de Bijbel, maar ook echt als een vleeselijk voorbeeld dat Jezus hier op aarde was. Ja, Jezus is het woord van God volgens Johannes en het woord is onder de mensen gekomen. Ja. Dat is de Gods gedachte in uitgedrukt is het woord... Dus Gods karakter uitgedrukt is Jezus. En hij is niet alleen over zijn leven niet alleen opgeschreven, maar hij is zelf naar onze wereld toegekomen. Ja. Oké, daar komen we bij de eerste vraag. Wat is het primaire doel van de wijsheid die van God komt? Dus het belangrijkste doel. Dus er zijn meerdere doelen, maar wat is het belangrijkste doel? Het verkondigen. Het verkondigen en... Nou ja, de andere dingen eigenlijk ook, hè? Terechtwijzen en onderwijzen. En dat staat heel mooi in de tekst. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dus ook met alle wijsheid, niet met een beetje, maar met alle wijsheid die je hebt, verkondig je, wijs je terecht en help je de mensen, dus onderwijs je ze. Ik vind het mooie hiervan zie ik dat Paulus zegt drie keer ieder mens... Dus hij benadrukt heel erg dat het evangelie is voor iedereen. Ja. Drie keer toe, ieder mens terechtwijzen, ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Waarom? Het doel, zodat ieder mens volmaakt kan worden in Jezus. Het voorbeeld van alle volmaaktheid. Ja, zodat iedereen ook die kans kan krijgen. Hè?
het moet niet zo zijn dat je denkt van, oh, ik vertel diegene niet over God, want ja, diegene gelooft toch niet. Of ja, eigenlijk zou je iedereen gewoon moeten vertellen over Jezus. Dan kunnen ze zelf de keus maken of ze dat willen volgen of niet. Ja, ik vind ook mooi dat we hier ook die drie stappen zien van kennis naar inzicht. Dus je verkondigt, vertelt mensen. Dus je kan iemand vertellen natuurlijk, Jezus is jouw verlosser. Nou, dan weet die persoon dat. Ja. Maar begrijpt hij het ook? Dat komt pas natuurlijk als je mensen meer vertelt over onderwijzen dus. Ja. Wat dat betekent. Dus net zoals dat je kan iemand vertellen dat hij bepaalde dingen, dat God niet wil dat we bepaalde dingen op Sabbat doen. Ja. Want wij houden de Sabbat, dat is een heilige dag van God geloven. En steeds als mensen zeggen, ja, mag je dat allemaal niet? Maar dan zeggen we, nee, ik wil dit niet. Precies. Omdat ik weet dat God het niet wil. En je kan wel iemand vertellen, bijvoorbeeld, ik sport niet op Sabbat, bijvoorbeeld. Of ik lees ook geen wereldse literatuur op Sabbat. Ja. En zeggen mensen, nou, dat kan je mensen vertellen, maar heel veel mensen begrijpen dat niet. Waarom niet? Dan zeggen, maar dat is toch ook ontspanning? Dat is ook rust? Maar dan wil je mensen vertellen, ja, maar dit is mijn dag die ik met God doorbreng. Waarin ik één wil zijn met God en met mijn gemeente, met mijn familie. Ja. Dus we kunnen mensen wel vertellen wat ze wel en niet moeten doen, of wat beter is, wat God wil dat we doen. Maar er is een verschil tussen dus het verkondigen en het onderwijzen. Mensen inzicht geven in waarom dingen zo zijn. Ja, de uitleg ervan ook. Ja. En wat is daar het primaire doel van, zodat iedereen het doel bereikt wat Jezus voor ons voorstelt. Zijn karakter kunnen evenaren. Ja, zodat we naar de hemel kunnen gaan. Ja, precies. Absoluut. Zodat we klaar zijn voor de hemel. En dat kan alleen maar Jezus natuurlijk in ons bereiken. Wat ik ook nog mooi vond, is dat de Heilige Schrift leert het beste gebruik niet van één, maar van al onze vermogens en talenten. Op deze wijze omvat de opvoeding de gehele kring van al onze verplichtingen, namelijk tegenover onszelf, tegenover de wereld en tegenover God. Ja. Dus dat is ook de volmaaktheid die we bereiken, is door de liefde tegenover onze medemens, maar ook tegenover onszelf, want wij zijn een schepsel van God. Ja. Gepaste liefde, dus niet te veel, niet te weinig. En het belangrijkste, God liefhebben boven alles. Ja, ja, en zo'n mooie boodschap, dat wil je ook niet voor jezelf houden. Dat gun je gewoon iedereen om je heen eigenlijk, om de liefde van God te ervaren en te voelen. En om ook zo'n karakter te ontwikkelen. Dat je geduldig bent, liefdevol. Ja, dat wil je toch dat iedereen dat heeft eigenlijk. En ervan af weet in ieder geval. Amen. Tweede vraag. Welk dubbel effect heeft het woord van de Heer? Dus twee voor de prijs van één. Welk dubbel effect? De tekst uit Colossense 3 vers 16. Als jij die wil lezen. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Amen. Welk dubbel effect? Ten eerste, welke vorm van onderwijs zien we hier? Hoe? Waar bestaat dat onderwijs uit? In deze tekst zie je vooral dat het gaat om dat je elkaar terecht wijst, of in ieder geval elkaar opbouwt en uitlegt van, hè, het kan zo en zo, met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dus echt op een vriendelijke, liefdevolle manier. Ja. Ja. Dus dat is wel mooi. Dus je wil elkaar opbouwen, zegt Paulus hier. Maar je gaat natuurlijk, de liederen die je hebt, natuurlijk gaat over Gods liefde, liefde voor elkaar. Het gaat dus om het opbouwen met de psalmen, maar ook geestelijke liederen. Denk bijvoorbeeld mooie liederen zoals, als ik bijvoorbeeld denk aan Welke Vriend is Onze Heiland. Ja. En het lied daarin. Ja. Dat kan heel erg opbouwend zijn. Of, de mooie woorden die erin staan. Ja. Ja, en ik denk ook als je, wat ook in het begin staat van de tekst, dat als Christus in rijke mate in u woont, dan weet ik zeker dat God dat ook laat zien van welke lofzangen kan je aan die persoon geven. Of, hè, ja. Dat. Want je hebt opbouwende, je kan een opbouwende bijbeltekst sturen, een opbouwend gedicht, de psalmen, een opbouwende lofzang, een opbouwend geestelijk lied. En wat is nou het dubbel effect daarvan als je dat dus doet? Als je dus bijvoorbeeld dus ook met iemand zingt, welk dubbel effect heb je dan? Ja, je looft God. Precies. En je helpt elkaar op te bouwen. Dus je doet twee dingen op hetzelfde moment. Ook als je met elkaar zou bidden bijvoorbeeld, dan
loof je God en je bouwt elkaar op. Dus dat is wel mooi. En wat ik ook zo mooi vind, zeker, kijk, als je soms verdrietig bent of het moeilijk hebt, het zwaar hebt, dan is het altijd goed om de Bijbel te lezen. Maar er is naar mijn idee niet zo krachtig als zingen. Ja. Want probeer maar eens, bijvoorbeeld het lied Welke vriend is onze heiland, of een ander blij lied te zingen, terwijl je, en dan verdrietig of boos te blijven. Ja, nee, dat lukt niet. Ja. Nee. Dus soms is zingen zo'n krachtig middel om dus niet alleen God te loven en te prijzen voor wat hij voor ons doet en heeft gedaan, maar ook gewoon om uit die negatieve spiraal te komen waarin Satan ons wil houden. Ja, 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 dat is zo. Dat heb ik zelf wel ervaren toen ik nog heel veel muziek luisterde van al die Hollywood mensen en zo. En ik merkte gewoon dat ik als persoon echt een beetje een soort van down werd. En ja, soms ook wel heel rebels. En ja, eigenlijk sinds vanaf het moment dat ik eigenlijk alleen maar liedjes luisterde, hè, die echt God loofden, je merkt gewoon dat je wordt gewoon blij. Ja. Al die mooie woorden en dat God altijd bij je is. En ook de toon is heel, heel blij en fijn. En ja, ja, dat is echt bijzonder. Dus je wordt er gewoon echt, je mentale gesteldheid wordt er klaar voor om God te ontvangen. Ja, absoluut. En daarom dat we ook onze diensten beginnen met zingen. Ja. Om ook in die geest te komen bijvoorbeeld. Het is ook dus heel goed als je aandacht doet thuis en je denkt, ja, ik heb er geen zin in. Dat, ja. We hebben dat allemaal wel eens, toch? Ja. Als je een drukke dag hebt en je denkt van, ja, je bent moe. Ja. Maar wat dan soms helpt is, nou, ga zingen. Ja. En dat zorgt ervoor dat je hart klaar is om Gods geest te ontvangen. Oké, dus we hebben tot nu toe dus het nut van dus inzicht van boven is dus klaarmaken voor volmaaktheid. Om onszelf op te bouwen elkaar en om God te loven. Ja. En dan komen we bij de derde vraag. Welke hoop geeft nou hemelse kennis en inzicht? Dat is een hele mooie hoop, want het geeft de hoop dat je de hemel kan binnentreden eigenlijk. Dat je voor eeuwig samen kan zijn met alle andere gelovigen en met God. Amen. En daar moeten we onze hoop op vestigen, op die levende God. Ja. Wat ik het mooie is dat in 1 Timotheüs staat. Paulus zegt, daarvoor span ik me in. Daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad. Waarom? Omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God. En wat is die levende God? Een behouder van alle mensen. Ja. Maar in het bijzonder van de gelovigen. En dan zegt hij, beveel deze dingen en onderwijs ze. Dus we moeten elkaar ook dit vertellen. Ja, ja, en het staat ook heel mooi, hè, in die tekst van in het bijzonder van de gelovigen. Dat is omdat voor de mensen die God nog niet kennen of die God niet willen kennen, daar hoeft Satan niet zoveel meer te doen. Maar hij weet dat bijzonder de gelovige mensen, daar is hij zo hard mee bezig om die van God af te houden. Ja. Dat is gewoon, dat is eigenlijk wel beangstigend. Want hij is continu bezig met aanvallen op die gelovigen als ze maar weggaan. Want dat is natuurlijk zijn doel, om iedereen maar van God weg te houden. Want hij wil gewoon niet dat iemand het eeuwige leven krijgt. En dat is echt, dat is gewoon beangstigend eigenlijk. Dus, dat het zo. Maar het is een mooie belofte. God bekommert zich om iedereen. Precies. Om alle mensen. Ja. Maar zijn bijzonder zijn oogappels. Ja. Zijn gelovigen. Ja. Want inderdaad, zoals jij terecht zegt, niet omdat wij belangrijker zijn dan andere mensen. Maar omdat als je Jezus bloed hebt aangenomen, is Jezus voor jou gestorven. Ja. En Satan wil alles op alles zetten om dat te voorkomen. Ja. Dat jij gered wordt. Ja. Dus God ziet extra om naar zijn volk, omdat juist zij het doelwit zijn van Satan. Ja, ja, absoluut. En daarom is het zo belangrijk dat door die kennis, dat wij onze hoop vestigen op de levende God. En dat we niet te veel naar achter kijken, naar het verleden of andere dingen, maar echt gewoon vooruit kijken. Net als in een auto, recht vooruit kijken. Tuurlijk kijk je af en toe in die achteruitkijkspiegel. Maar dat je wel denkt, we gaan door. Ja, maar als je daar de hele tijd blijft kijken, dan gaat het mis. Dan knal je een keer op iemand die voor je rijdt. Precies. Welk tastbaar geschenk moet ons leerboek zijn? Nou, we hebben allebei gestudeerd. Ja. Daar heb je dus ook studieboeken. Je krijgt onderwijs. Dat hebben we net zoals in de gemeente heb je onderwijs. Maar je hebt ook een studieboek nodig. Ja. Nou, en welk geschenk heeft God ons gegeven om dat leerboek te zijn? Dat is een beetje een inkoppertje. Ja, ja. Ligt er ligt heel voor mooi. Me, ja, de Bijbel. Ja. Ja, maar waarom is nou de Bijbel het leerboek? Want ja, dat is ook door mensen geschreven. Nou ja, zoals het heel mooi staat in de tekst. Heel de schrift,
Dus hè, Oude Testament, Nieuwe Testament van A tot Z is door God ingegeven. Ja. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Ja. Wat ik mooi vind is dat het woord door God ingegeven is in het Griek theopneustos. En dat betekent door God ingeblazen. Ja. Dus, en dat ingeblazen, de Heilige Geest in het Hebreeuws, dat woord heeft eenzelfde betekenis als een soort van wind die blaast. Ja. En jij noemde ook bij onze voorbespreking dat hoe is Adam tot leven gebracht? Ja, ja door de adem. Door de levensadem is ingeblazen. Ja. Dus deze Bijbel heeft alleen maar waarde omdat de woorden die hierin staan zijn door God ingeblazen. Daarom is het een levend woord. En daarom is het ons leerboek. En nuttig tot onderwijs, wat wel, te weerleggen, wat niet, te verbeteren, wat kunnen we beter doen. Maar dan weten we dus wat wel, wat niet en wat beter is, maar ook wat je dan nog nodig hebt is hoe het beter kan. Ja. Op te voeden in de rechtvaardigheid. Ja. Het is een 360 graden feedback. Ja, ja, en dat is natuurlijk super fijn, want ja, als iemand tegen jou bijvoorbeeld zegt, ja, ik vind niet goed dit. Ja. Ja, oké, okay, maar en nu? En wat dan? Ja, wat dan? En waarom? Precies, en hoe moet ik het dan, of wat stel je voor dat het dan beter kan? En God heeft het allemaal zo bedacht dat hij het gewoon op die manier ook, in deze volgorde ook. Je kan niet iemand opvoeden, en het kan niet andersom. Het is echt eerst van hè, het onderwijs, het weerleggen, hoe je dat net zo mooi vertelde, verbeteren en opvoeden. En dan heb je inderdaad 360 graden en dan is het gewoon rond. Ja, en zo moeten we dus ook doen met onze, wij moeten dus ook de Bijbel gebruiken om mensen op te bouwen, om elkaar te helpen. Ja. Onszelf, maar ook elkaar. En dat moet dus ook op deze manier. Dus dat we elkaar ook vertellen, ja, ik heb hier een mooie tekst voor je en ik denk dat het nuttig voor je kan zijn. Van kijk wat hierin staat. Het vertelt je wat je wel moet doen, wat je niet moet doen. Maar vooral ook hoe je tot God komt. Zo moeten we ook onze Bijbelstudies vormgeven. Ja. Niet alleen maar zeggen, dit is slecht. Dit moet je doen. Ja. Maar waarom? En wat kunnen we beter doen? En hoe doen we dat? Ja, ja, en het is natuurlijk ook wel soms lastig, denk ik, kan ik me voorstellen, om iemand terecht te wijzen of om iemand die feedback te geven. Want ja, dat wil je liever niet. Of je kan misschien iemand kwetsen. Maar dat staat heel mooi in de opmerking dat de voornaamste beweegredenen van de ziel zijn geloof, hoop en liefde. Dus het is nooit om iemand van God af te houden. Of om iemand naar beneden te halen. Of je hebt juist het beste met diegene voor. En omdat je van diegene houdt, wil je dat die ook gered wordt. Ja, en sterker nog, alleen dan kan je het doen. Alleen dan mag je iemand feedback geven in het geloof, zeg maar. Iemand vermanen, zoals we dat noemen. Zuster Ellen White schrijft dat alleen als je bereid bent om voor deze persoon te sterven, moet je die persoon vermanen. Ja, dus je zoveel liefde. Precies, alleen als je dus doet vanuit een plek van, ik wil niet dat jij verloren gaat. Ik wil niet dat jij fouten maakt. Ik wil niet dat jij pijn gaat krijgen. Als je het vanuit dat motief doet, dus niet met het opgeheven vingertje van vanuit je eigen irritatie. Dat is altijd heel slecht. Maar nee, dus vanuit die zorg die je hebt als broeder of zuster. Ja, ja en dat is ook dan ook weer een mooie troost voor de ontvanger. Ja. Hè, want ja, tenminste, ik persoonlijk vind het nooit leuk om te horen wat te, hè, maar dan weet je wel van, oké, het is oprecht uit degene zijn hart echt om mij, voor mijn redding. En dat is eigenlijk heel fijn, want soms zie je het ook gewoon even niet meer. En dan soms bid ik ook van, God, laat mij zien, dat hadden we een keer in de les besproken, van laat mij zien de dingen die ik niet kan zien. Ja. En ja, daar heb je soms iemand dan bij nodig. Het kan door het woord, maar kan ook door een broeder of zuster die dat dus wel ziet. Iemand die even de blinddoek van je wegneemt. Ja, precies. De vijfde vraag. Welke beginselen zijn nodig om de kennis uit de Heilige Schrift te verkrijgen? Ze hebben hier de geïnspireerde woord, het ingeblazen woord van God. Ja. Nou, hoe krijgen we daar nou het inzicht uit? Waar begint dat mee? Het begint met bidden. Ja. Ja, als je niet bidt, dan merk je al snel, heb ik tenminste dat ik heel snel word afgeleid. En als ik bid, dan vraag ik ook echt om zegen van de Heilige Geest, dat ik ook de dingen mag begrijpen. Maar vooral dus eerst bidden. En wat ook in de laatste zin staat van Nehemia. Maar dat kon jij in de voorbereiding heel mooi uitleggen. Ja, we zien dus in de eerste plaats dat, Heer, leer ons bidden. Dus dat de discipelen komen naar Jezus toe en zeggen, Heer, leer ons bidden. Dus we mogen ook zeggen, Heer, help me om de woorden te vinden, om uit te drukken wat ik nodig heb. Ja, absoluut. En Paulus zegt ons ook, dan de Heilige Geest
druk dan uit voor God, helpt ons om onze gebeden te versterken. Ja. Jezus doet dat ook voor ons. Maar inderdaad, in Nehemia 8 gaat over dat de wet werd voorgelezen in Jeruzalem. En hier lezen we dat het hele volk stond en de levieten onderwezen het volk in de wet. En hoe gebeurde dat? Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis wat men de voorlezing begreep. Ja. Nou, hier zie je dus drie dingen. Plus het gebed dat we net benoemden, is dus de gewilligheid om te luisteren. Het volk komt, ja. Luistert. Dan wordt het voorgelezen, de kennis wordt gegeven, er wordt verteld wat. Maar daarna wordt het toegelicht, verklaard, zodat men het begrijpt. Ja. En dat is dat inzicht. Ja, ja, en dat vind ik ook zo mooi, want sommige dingen in de Bijbel zijn gewoon echt heel moeilijk te begrijpen. Ja. Dan lees ik het 3-4 keer en dan denk ik, ik lees het een andere keer verder. Maar hoe ze dat hier ook deden, ze verklaarden ook de betekenis. Dus stel, er was iemand die nog nooit erover had gehoord, die kon het dan ook begrijpen. Want het werd ook gelijk uitgelegd. Het was niet zo dat heel Leviticus werd voorgelezen en er werd geen uitleg gegeven. Ja, ja, dus dat is heel mooi. Dus er wordt ook verteld waarom en hoe je het moet doen. Ja, en dat is zo mooi. En de opmerking in de laatste zin. Niemand wordt in het duister gelaten over wat God goed of afkeurt. Ja. Dus er is niemand die... Het is er. Je kan erbij. Het is tastbaar. We kunnen het lezen. We kunnen uitleg vragen. Er kan niemand zeggen van... Ja, ik heb nooit... ik heb het niet begrepen hoor. Ja, ik heb de Bijbel gelezen, maar... Ja, ik begrijp het niet. Ja. Dus we hebben de... Het mooie is dus, iedereen heeft de kans om het te mogen horen. Ja. En Bijbelstudie is dus ook van alle eeuwen. Ja. En Jezus zegt het ook in de grote opdracht. Ga heen, lerende, en dopen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En onderwijzen om dingen te onderwijzen en het leren van het onderhouden ervan. Ja. Dus ook daarin zie je het aspect van Bijbelstudie terug. Ja, ja, en ook de Sabbatschoollessen. Dat is ook heel fijn dat je dan... meerdere gedachten heb en iemand die het uitlegt en dat je dat niet in je eentje hoeft te doen. Ja. Dat is ook heel erg fijn. De zesde vraag. Wie laat de mens de goddelijke waarheid begrijpen en wat leert de Heer? Dit is een... De tekst komt uit Psalm 32. En dat is een van de boetepsalmen. En de tekst is uit vers 8 en die zegt: ik onderwijs u en leer de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. En de vraag waar wij een beetje mee zaten is, maar wie is die ik? Ja. Wie is die ik die onderwijst en leert die weg die je moet gaan, die ons raad geeft en zijn oog op ons is? En als je die tekst leest, het is een boetepsalm, net zoals Psalm 51, waarin David bespreekt van hoe ellendig hij zich voelde toen zijn zonden onbeleden waren. Ja. Dat hij zegt: mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: ik zal mijn overtredingen belijden worden, Heer. En dan u vergaf mijn ongerechtigheid mijn zonde. De eerste deel, de eerste helft tot en met vers 7 gaat dus over wat David beleidt, zijn zonde voor God, vertelt zijn ervaringen. En dan, zoals ik het lees, en ik denk ook jij, is vers 8 het antwoord van God. God antwoordt dan tegen de beleidende in die zegt: nou, je hebt mij net verteld wat je allemaal verkeerd hebt gedaan, dat je er berouw van hebt. Maar ik onderwijs je hoe het niet nog een keer gebeurt. Ja. Ik help je om, en ik laat je zien hoe het moet, om niet nog een keer in diezelfde fouten te komen. Ik geef raad, mijn oog is op u. Nou, wij zijn Gods oogappels in zijn oog. Ja, en dat is gewoon eigenlijk heel mooi, hè? Dat God... Er zijn niet vier tussenpersonen of zo. Nee. Hè? Dat je, zoals wel eens als je aan het bellen bent en dan word je weer doorverbonden. Dan moet je weer daar en dan word je weer zus. Nee, God, dat komt gewoon gelijk uit de bron. Ik onderwijs het, ik leer het je. Amen. En Jezus heeft het ons laten zien op aarde, van welke weg je moet gaan als je gered wil worden. Ja. En de keuze is aan ieder natuurlijk. Niemand wordt gedwongen. Maar we hebben zoveel voorbeelden. We hebben het levende voorbeeld, we hebben het woord, de studies. Ja, amen. Eigenlijk zoveel informatie. Dus het mooie, zoals je net terecht zegt, door Jezus hebben we directe toegang tot God. Ja, helaas, onze katholieke broeders en zusters, die geloven helaas dat ze daarvoor heiligen nodig hebben. Ja. En ook Maria, dat ze alleen maar tot God kunnen komen door het middelaarschap van die heiligen. Ja. Maar Jezus, door Jezus, Paulus zegt dat in de hele Bijbel, door Jezus heb je directe toegang tot God. Ja. Jezus is de fysieke brug tussen God en de mens, omdat hij zowel God als mens is. Ja. En als onze hoge priester voor God pleit. Ja, hij pleit voor ons inderdaad. En gelukkig maar, want anders dan... Ja.
We gaan naar de laatste vraag. In deze laatste vraag staat een van mijn favoriete psalmen centraal. Psalm 73, een psalm van Asaf. En die psalm die bespreekt hoe Asaf een heel herkenbaar probleem heeft. Want hij kijkt om zich heen en hij ziet dat de mensen die niet in God geloven, en sterker nog die heel slecht leven, die Gods wet aan hun laars lappen, dat het allemaal goed met hun gaat. Dat ze rijk zijn, dat ze God lasteren en er niks gebeurt. Ja. En hij zegt, ja, en terwijl ik probeer goed te leven, ik probeer God te gehoorzamen, en ik heb het moeilijk. Ja. Ik word vervolgd, ik word gesmaad, ik word gelasterd. Ik snap het niet. Hm. En hij zegt, maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Ja. Dus hij had een probleem. En dan in vers 17 zegt hij hoe hij de oplossing vond. En dat is ook waar deze vraag over gaat. Wanneer is het mogelijk voor iemand om te begrijpen wat er om hem heen gebeurt? Nou, ja. Welk antwoord geeft Asaf in vers 17? Daar staat heel mooi, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja. Dus eigenlijk kan je het pas allemaal echt goed begrijpen als je Gods heiligdom binnengaat. Dan Precies. weet je echt wat er allemaal komen gaat. Wat er allemaal gaat gebeuren met degene die God niet aannemen. En ja, dan is het nu zwaar, maar het gaat wel met einddoel. Ja, dan weet je dat het penny wise pound foolish is om zo te leven. Ja. Het is misschien heel kort. En het is niet eens echt leuk. Zonde is niet leuk. Nee, uiteindelijk niet. Het is echt nee. maar voor korte duur eigenlijk. Ja. Van, ja. Het is een illusie die Satan geeft, ja. dat je blij wordt van zondigen. Ja. Het is allemaal, sterker nog, in dit leven is het al niet fijn. Nee. Als je, ja, je kan erop losleven, heel veel roken, drinken, schanspartijen. Maar dat voelt ook maar nu heel kort fijn. Ja. Ja, dat de volgende dag word je wakker met een kater. Ja. Met een droge, hoestende keel. Ja. En uiteindelijk is je leven sneller voorbij. Dus ja, en waar doe je het eigenlijk voor? Want het is niet zo dat je er ja. gezonder van wordt of dat je 10 jaar lang leeft. Ja. Ja. Of als je dus inderdaad een persoon bent die alleen maar om jezelf gaat, als je egoïstisch bent, ook dat maakt je leven niet mooi. Nee. Dus, maar soms lijkt het zo, soms worden we dus, omdat we dat zien om ons heen, dan denken we, ja, maar dan kunnen we in zo'n dilemma, zo'n innerlijke strijd komen als Asaf. Ja. Maar waar vinden we het antwoord door direct naartoe God toe te gaan, in zijn heiligdom? Ja, ja, want van God en Christus te leren is de wetenschap van de hemel Amen. Te leren. En dat, ja. dat is heel erg mooi. We zijn aan het einde gekomen van deze mooie les. We hebben dus gezien, deze les ging over inzicht van boven en eigenlijk het nut ervan. Ja. En de laatste vraag ook hoe we het verkrijgen. Namelijk door Gods woord en uiteindelijk door naar God zelf toe te komen. Ja. En het nut ervan is om ons zelf voor te bereiden op het eeuwige leven. Hier op aarde is de proefperiode. Hier op aarde moeten we door Jezus' gerechtigheid die in ons werkt, proberen om dat beeld te bereiken wat hij ons voorgeeft. Maar ook om elkaar op te bouwen, om God te loven en te prijzen. En om ons te beschermen voor de aanvallen van Satan. Amen. Ja. Mijn wens en gebed is dat deze inzicht die God ons geeft ook uw leven verder mag verrijken. Daarvoor is kennis nodig, dus we moeten Gods woord bestuderen. Ja. In de, naar de gemeente toekomen. Maar alleen God zelf kan dat inzicht aan ons geven. Dus het is een samenwerking met God. Wij moeten tijd en energie in stoppen om het proberen te begrijpen. Maar we zijn uiteindelijk afhankelijk van God die ons het inzicht verschaft. Ja. Ik wens u Gods rijke zegen toe. En ik hoop ook graag de volgende keer weer te zien.